Minister Albert Jubhitana voor Transport, Communicatie en Toerisme, dat hij vanuit het ministerie van Losande de Lukopede de onderzoek en voorzien wat kan hij juist faciliteren na PSI binnen het ministerie en ta bedrijven die vallen onder het ministerie. Nou, zo, wat jij qua versie, Gino. Nou, dat is een, het is zelf een onderzoek vanuit TCT waarmee we iets bezig zijn. Met ondersteuning vanuit de IDB. Dat is dus, het verbaast me dat u die vraag zo stelt, maar vanuit TCT en samenwerking met NVB hebben we dit eigenlijk al reeds voorbereid. Het is een kwestie van de middelen die los moeten komen nu, om dat verder te gaan omzetten in, of operationaliseren richting een pilotproject. De directeur van Transport en Communicatie gaf aan dat er te veel problemen zijn om het ministerie met betrekking tot communicatie en het werkelijk uitvoeren van projecten zoals deze. Hoe kijkt u als minister van TCT daarna? Nou, ik kan niet specifiek met u praten. Ja, is voor mij nog een beetje hol. Wat u wanneer. Er is heel veel sprake van corruptie. Er wordt niet meegewerkt om zaken te versoepelen op het ministerie. En zaken lopen achter met betrekking tot de aanpak van transport. Als u zegt dat er plannen zijn, gaande zijn met betrekking tot de aanpak van vervoer. Wat zegt u dan als het is dat die mevrouw Noordzee zegt? Nou, ik wil afgaan op wat u zegt, want ik moet eerlijk zijn, ik heb die discussie niet kunnen volgen vanwege andere redenen. Maar wanneer we praten over het openbaar vervoer gaan ordenen en professionaliseren, praten we over de totale sector. En het ministerie heeft daarbij de faciliterende rol, het voortrekkersrol om zaken goed te gaan begeleiden en goed te gaan organiseren. Ik heb al eerder aangegeven in eerdere interviews, en daar heb ik nooit een geheim van gemaakt, dat we zeker één uitdaging is de capaciteit op het ministerie. Ja, je hebt heel veel know-how die je moet gaan inzetten en je moet ook een bepaalde autoriteit gaan inzetten om dit allemaal verder te gaan trekken. Daarom hebben we ook gesproken in dit traject over het omzetten van NVB naar een autoriteit. Zodat je weet dat die opvang vanuit die autoriteit, kijk, het loopt goed bij de maritiem. Het loopt goed bij de luchtvaartautoriteit. Het is een goede organisatie die staat. Ja, bij de TAS idem. Dus ook voor openbaar vervoer moeten we autoriteit gaan instellen, zodat we met z'n allen weten van hey, hoe gaan we dat allemaal verder inzetten vanuit naar de districten toe. En met name wanneer we praten over passagierstevredenheid, praten we over een vernieuwing van in principe ook de totale de bussen die op de wegen zijn op dit moment. Maar ook een goede synergie gaan ontwikkelen tussen schoolvervoer voor niet alleen openbaar, maar ook voor de scholieren, maar ook voor de mensen, de kinderen met een beperking. Dat zijn allemaal die zaken die een bepaalde samenhang hebben en waarbij we moeten zeggen, we moeten gaan naar professionalisering. Dus als er zaken zijn die achterlopen, ik zal dat niet ontkennen. Dat heb ik ook in de DNA enkele malen aangegeven. Dat we onze capaciteit zeker moeten gaan versterken. Ja. En waar er als er sprake zou moeten zijn van fraude, laten we er geen doekjes om winden. Die moeten bij het OM gedropt worden. En zeker als een directeur dat roept, moet hij dat niet blijven roepen. Die moet zeker laten zien dat hij een rol vervult waarbij hij of zij een bepaald gezag en moet kunnen uitstralen en zaken moet kunnen rechttrekken. Dus ja, een excuus mag het nooit zijn. Minister, is er sprake van een corruptie met betrekking tot het verstrekken van bezoekingen? Dat personen naar het ministerie kunnen stappen, naar u als persoon kunnen stappen. En ze betalen een bepaalde fee en dan worden de zaken door de markt. Tot zover. Tijdens die discussie aan. Ja, dus en jammer dat ik het niet heb kunnen volgen. Ik zal het alsnog volgen. Maar wanneer mensen dit roepen, heb ik ook gezegd, ook in de DNA. Als je zegt dat er fraude is, kom met het bewijs. Ik zal zelf helpen om je te begeleiden naar het Openbaar Ministerie om die case te droppen. We moeten zaken en het is
Het zijn ook zaken die reeds bij mij vanaf mijn aantreden. Minister, hou hier rekening mee. En u mag weten, ik ga het ook hier zeggen. Vandaar, ik heb de PLO vanaf dag 1 gezegd. Degene die bij mij komt met geld of via omwegen, het hoeft niet. Er zijn 900 aanvragen voor nieuwe busvergunningen. We moeten gaan kijken waar liggen de prioriteiten, waar welke buurten hebben behoefte aan extra bussen. En daarvoor moeten we ons als regering gaan inzetten. Maar helemaal eens dat het openbaar vervoer, dat is iets waar zeker, ik zal er ook geen doekjes om winden. Het is een uitdaging, ja. Maar daarvoor hebben we met z'n allen, moeten we de handen in elkaar slaan om die oplossing te gaan vinden. Want als organisatie zich op een bepaalde manier gaan opstellen, omdat ze willen blijven werken zoals die old fashioned way, ja, dan komen we geen stap verder, toch? Maar goed, ik wil het hierbij houden voor wat dat betreft. Minister, dank u. Om te blijven bij het openbaar vervoer, een beeld dat steeds blijft, is dat van de bussen die tijdens spitsuren gewoon rijden op trottoirs, rijden door rood licht. Wanneer gaat er daar adequaat en structureel duurzaam worden opgetreden? Nou, we hebben samen met het ministerie van Juspol hierover ook gesproken en het ministerie van Justitie en Politie is ook reeds gestart, want dat ligt, dat gedeelte van beslag leggen of beboeten, dat ligt buiten de bevoegdheden van een buscontroleur. Het enige waartoe ze bevoegd zijn is het intrekken van de vergunning of het laten intrekken van de vergunning en de chauffeurskaart. Voor de rest zijn we aangewezen op de ondersteuning van Juspol en dat is reeds besproken en gestart. En u weet het, ik hoef niet in herhaling te treden welke uitdagingen we hebben met betrekking tot controlerende werkzaamheden binnen de regering met betrekking tot transport, vervoersmiddelen tekort die we hebben op een aantal ministeries. Dat zijn zaken die we moeten gaan wegwerken in de nabije toekomst, zodat de controlerende werkzaamheden adequaat uitgevoerd kunnen worden. En heb ik een werkminister, ik zag wat foto's waarbij je gaan van een cruise ship dat daar langs is aangeweerd. Mm-hmm. Ja, is dat een herintroductie van deze vorm van bussen? Nou, er zijn vanuit zeker de MAS, havenbeheer, we hebben de informatie ook gehad. We zijn op zoek gegaan naar de informatie. We willen dit zeker op een andere manier gaan aanpakken. Betere communicatie met de sector. Niet wanneer dat schip hier is. We moeten van tevoren weten welk schip komt binnen. Welk type toerist is aan boord. En wat kunnen we ze hier aanbieden in Suriname? Zijn ze geïnteresseerd in cultuur? Zijn ze geïnteresseerd in natuur? Zijn ze geïnteresseerd in culinair of onze heritage? Dan moeten we daar met z'n allen een pakket voor gaan opstellen. Voor de weinige tijd die ze hebben, zeg maar, in onze binnenstad. Dat we ze goed entertainen en dat we een stukje Suriname meegeven. Vanuit het ministerie is dat afgelopen week en ook deze week een van de hoofdonderwerpen. Dat we dit soort zaken niet tijdens of daarna, maar dat we ook met alle actoren gaan zitten en zeggen van hey, hoe kunnen we dit Suriname op zijn best, de toerist Suriname op zijn best kan beleven. Als ik zo naar de focus kijk, lijkt dat ze een keer wel een beetje georganiseerd, want ik zie dat ze daar bepaalde specifieke plekken zijn geweest. Ja, dat is keurig, dus ik onderken dat en ik juich het ook toe. Maar het gaat bij mij of bij het ministerie meer van hey, we zeggen Suriname op de wereldkaart praat ze toeristisch. Laten we daar ook een keurig verhaal aan hangen qua toeristisch beleid. Zijn er wat aan de regio's in het verleden? Want het schijnt alsof je gezichtsveld deze idee. Het heeft niets te maken met gezichtsveld. Hè. We moeten ook geen problemen gaan zoeken wanneer ze er niet zijn. We moeten juist de sector omarmen. Dat ze daarop keurig inspelen. En waar de overheid in tekort schiet, nou, dan moeten we harder gaan rennen. We moeten niet gaan kijken naar een schuldvraag gaan stellen. Ik denk dat we juist de sector moeten dankbaar moeten zijn en erkentelijk moeten zijn dat ze dat op deze keurige manier voor het land opvangen. Dank u wel. Er is niets met het ILS-systeem. Maar
U bedoelt die mast die is omgevallen. Ik wil. Ja, die is. We hebben een communiqué. Ja, dat is al opgelost. Er is ook een communiqué toen de deur uitgegaan. Ja, dank u wel. De laatste vraag, minister. De kwestie OV en TCT. Betreft het gewoon van de risico van Saramaka. Hoe zit het er precies? De pannen. Kwestie? Ja, er is een kwestie voordat de aannemer nou dreigt te stoppen met het werk. Nou, ik ben na 2 weken ziekteverlof heb ik weer mijn werkzaamheden aangevangen. Laat me mijn eerste omstandig laten informeren. Maar het is mij nog niet bekend. Dus mijn excuses dat ik daarop niet kan ingaan.